Wij zijn hier omdat ik net een open brief van de huisartsen heb ontvangen. Die een aantal plannen van ons rondom de vormgeving van onze ziekenhuizen, daar zijn zij het niet mee eens. De brief die ik nu ontvangen heb van de huisarts is ook een blijk van hun enorme betrokkenheid. Net zoals die van de verloskundigen bij ons als ziekenhuis. Maar vooral zoals wij daar met elkaar als zorgverleners voor de regio, voor de maatschappij in staan. En dat waardeer ik enorm. Ja, wij verschillen op een aantal onderdelen van visie. Maar ik denk zeker dat we er gezamenlijk uitkomen, ook in de toekomst. Want dat zijn onze overwegingen voor die kwaliteit, de veiligheid en zorg, om die ook goed te borgen. Denkt u dat het gaat helpen? Nou, wij hebben het besluit genomen als raad van bestuur na een lang afwegingsproces en allerlei varianten bekeken. Ook in de laatste maanden in een nauw overleg met de huisartsen en de verloskundigen. En wij vinden nog steeds als ziekenhuis dat voor de toekomst van kwaliteit en veiligheid van zorg, dat dit toch de beste keuze is. Maar dan hebben ze in Schiedam geen directe hulp. Nou, niet als je zegt van of je in het ziekenhuis kan bevallen. De hele begeleiding rondom de geboorte, het natraject of voor de kinderen, want daar gaat het ook om, hè, heel veel dagbehandeling. Het grootste deel wat wij voor de kinderen doen, dat blijft gewoon in Schiedam. Alleen de klinische kindergeneeskunde, dus de kindergeneeskunde met de opname, die verhuizen wij naar het gasthuis. Ja. Maar kijk, wij zijn een ziekenhuisorganisatie met twee ziekenhuizen en een aantal buitenpolies, zoals in Hoogvliet en Maassluis en Berkel. En daarmee hebben wij voor heel de regio, op die 5 locaties, hebben wij hele goede zorg. We zijn hier omdat we hier de raad van bestuur van het Franciscus Vlietland een open brief hebben gegeven. Ondertekend door 60 huisartsen in 2 dagen tijd. Waarin wij ons zorgen maken over de gebeurtenissen rond het Vlietland. En waarbij in het kader ook dat afgelopen dinsdag hier ook een enorme file heeft gestaan. Wat juist die zorg op een hele goede manier illustreerde. Kunt u wat uitleggen over de situatie in het Vlietland? Franciscus Vlietland wil de verloskunde en de kindergeneeskunde naar het Franciscus in Rotterdam overbrengen. Wij denken dat het een slecht idee is. Dat een regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis heeft recht op goede acute zorg. Goede verloskunde en goede klinische kindergeneeskunde. En dat moet je in een regio van 200.000 mensen borgen in die regio. En die moet je niet een stuk laten rijden, waarbij, zoals afgelopen dinsdag, dit wel een brug te ver kan zijn. Dus het is voor ons letterlijk en figuurlijk een brug te ver. Ja, we hebben een pop aangekleed met een rompertje waarop we hebben gezet ons motto. En dat is Franciscus is een brug te ver. Dat is met name omdat wij vinden dat 10 kilometer hemelsbreed misschien niet zo'n heel grote afstand is. Maar wel op het moment dat je in een acute situatie zit en deze snelweg toch wel regelmatig problemen met zich meebrengt van files. Die je niet kan voorzien en waarbij een bevalling eigenlijk ook nooit goed te voorspellen is. Wat zou een andere oplossing kunnen zijn? Wij zouden het een goede oplossing vinden als er een mogelijkheid blijft om bevallingen en zieke kinderen op locatie Vlietland wel te kunnen blijven behandelen of beoordelen. Uiteindelijk het doel van de actie is dat wij hopen dat de Raad van Toezicht zegt tegen het bestuur om dit besluit terug te trekken. En met ons en met de regio vooral, want niet alleen wij, maar ook de gemeentes, alle 3 de gemeentes staan hier achter. Om te zorgen dat de zorg op een goede manier behouden blijft voor deze regio. Dat is een grote regio en we hopen dat we dat bereiken door deze actie in te zetten.